Ja, maar dat is zijn gevoel, dat mag en dat moet ook, snap je? Ik ben ook 100% van mezelf, ik ben eigenlijk 200%. En ik wil dat hij zich ook volop inzet, want ik onderschat hem niet en hij moet mij niet onderschatten. En tuurlijk, als hij het weet dat hij verliest, dan zou hij gewoon thuis moeten blijven. En als ik het weet, hetzelfde voor mij, maar ik denk gewoon 100% of 200% dat ik kan winnen van hem en dat ga ik ook doen. Ja, de Belgische fans, ja, ik hoop dat jullie er zijn en dat jullie gewoon kaart schreeuwen. En ik zal er een hele mooie partij van maken. En ik zeg altijd, ik zoek altijd naar de knockout. En of je nou komt of niet, weet je, het wordt gewoon een hele mooie pot. En wie de beste is, dat zullen we dan wel zien. Maar ik denk dat ik toch aan het langste eind ga trekken en dat ik gewoon ga winnen. Dus.